de wereld is hier recht en roer. Des morgens komt de melkboer, dan komt ook weer de bakker. Dan komt ook weer de bakker. Dan komt sinjeur de korreman, die zo verrukkelijk raadelijk kan. Hij ratelt mij schier wakker. Hij ratelt mij schier wakker. Dan belt er weer een andere vent, die zegt ik maak meneer bekend. En onze vrienden alle, en onze vrienden alle. Dat buurvrouw Griet van Johan Patroon verlost is van een boerenboom. En in de kranden vallen, en in de kranden vallen. Dat jokje kerel, zei Katrijn, zal zekerlijk een zoontje zijn. Wie krijgt er boerenbonen? Wie krijgt er boerenbonen? Zacht zegt van Geel, dus houd u stil. Ik keek door mijn verkeerde bril. Dus ben ik te verschonen. Dus ben ik te verschonen. Dan komt die lang verwachte pas, was Gravenland van Van der Plas. De baker krijgt een fooitje, de baker krijgt een fooitje. De was is juffrouw Willekom, sinjeur zag liever baars met hom. Als zulk een waterzooie, als zulk een waterzooie. Het hele huis is op de been, sinjeur vliegt naar zijn kamer heen. De stijfster is gekomen, de stijfster is gekomen. De was wordt naar de oude trant, met baliemand op baliemand. Door het volk in huis genomen, door het volk in huis genomen. Maar ondertussen kijkt sinjeur eens om het hoekje van de deur. Verlangt om wat te knappen, verlangt wat te knappen. En zoals hij de deur open doet, daar valt de baliemand met goed. Van boven van de trappen, van boven van de trappen. Sinjeur vraagt spoedig om pardon, waaruit niet anders wezen kon. Het was krimme majestatis, het was krimme majestatis. Maar toen Anna de keukenmeid de zaak in kwestie heeft bepleit, verkreeg hij pardonatis, verkreeg hij pardonatis. Pas we voor ons hart Katrijn, uit Ursijn en uit Valentijn, zeer wondig klaar gelezen, zeer wondig klaar gelezen. Dat leedje toen alleen het was, geen crime majestatis was, dus was de zaak bewezen, dus was de zaak bewezen.